Welkom bij deel 5 van de video van de bouw van de Prusa i3 MK3. In dit deel gaan we ons bezighouden met de bouw van de E-as, oftewel van de extruder. Dit wordt best een lastige jongen. Ik had eigenlijk, voordat ik daarmee wilde beginnen, had ik de nozzle willen vervangen. Dus de nieuwe nozzle erop zetten, de harde nozzle. Echter, ik kreeg de andere nozzle er niet uit. En bij nalezen bleek dat dit komt omdat die nozzle eerst heet moet zijn voordat je het eruit kunt halen. En dat heeft dat implicatie dat ik die nozzle pas kan wisselen op het moment dat ik eigenlijk de printer al afgebouwd heb en die helemaal klaar is. Want dan pas kan ik die nozzle verwarmen en kan ik zorgen dat we de bestaande nozzle kunnen vervangen. Nou, het eerste wat ik zojuist gedaan heb, ik heb weer gekeken eerst naar de manual change log om te kijken wat er dan allemaal is waar ik rekening mee dien te houden. Ook daar zitten wel weer wat dingen in, maar die gaan we zometeen in de handleiding wel weer tegenkomen. Dit is een vrij lastige, heeft ook de waardering difficult. Er zit zelfs geen tijd bij van hoe lang dit gaat duren. Het aantal stappen is 47, dat zijn er nogal wat. En we gaan zo'n beetje alle gereedschappen nodig hebben die we hebben. We gaan beginnen met de idler assembly. Oftewel, dat is weer zo'n systeempje waar straks het filament door gaat lopen. Dus ik ga het zakje erbij halen met alle losse onderdeeltjes die geprint zijn. Want daarmee begint het eigenlijk. Even kijken. Dan moet ik even zien welke het is. Het is, als het goed is, deze hier. Dit is die idler. Dit is allemaal heel goed terug te vinden hoor, in die plaatjes op die website. Dus dat is verder helemaal een thema. En we gaan natuurlijk alle schroefjes, moertjes, boutjes erbij halen. Want ook dat hebben we weer nodig. We moeten eerst even de Bontech-poelie hebben. Without the lock screw. Dus we hebben twee Bontech-poelies. Eén met de lock screw, één zonder als het goed is. Dan moet ik heel even kijken welke ze nu bedoelen. Ja, we zijn precies hetzelfde uit en we hebben hem nodig zonder de lock screw. Dus die haal ik eruit. Dan de pulley bearings, dat zijn er twee. Die zitten hier ook gelijk bij. Die heb ik hierbij zitten. Die ga ik er gelijk bij doen. Het staafje wat daarbij gebruikt was de pulley shaft. Eén keer. Ik moet trouwens oppassen, want hier zie ik al dat er een schroef. Even kijken. Is dat nu een extra schroef? Ja, zo te zien wel. Maar die moet ik natuurlijk wel mee oppassen. Die moet ik niet kwijtraken. En we hebben twee moertjes nodig. En ook die moet ik er even bij gaan pakken. Even de spullen weer aan de kant schuiven, zodat we ruimte krijgen. En dit moeten volgens mij platten zijn. Dus we moeten heel even kijken wat we hier nodig hebben. Nou, de ene die valt ook keurig op de goede plek neer. En de tweede heb ik hier. En die leg ik daarbij. En de pulley shaft, nou die had ik al apart gelegd. Dat was dat staafje van zojuist. Oké. Even alles weer in zijn zakje doen, zodat we niks kwijtraken. En je ziet, er valt sowieso het nodige. Alleen gelukkig niet op de grond, maar op het bureau. Dus op zich kunnen we daarmee leven. En dan gaan we beginnen met het eerste stukje. Even kijken. Ja, hij waarschuwt er nog voor dat die Bontech-poelies, deze hier, dat zijn deze jongens met dat tandwiel. Symbool. Dat eentje is met schroef en eentje zonder schroef. En dat je daar even op moet letten dat je de goede te pakken hebt. Nou, dat hebben we. Geen probleem. Dan gaan we dat ding in elkaar zetten. Die idler, die gaan we in elkaar zetten. Dat hele onderdeeltje. En dat doen we als volgt. We moeten de moertjes in de sloten drukken aan de zijkant. Nou, die zitten. Oh ja, daar had ik er twee van. Ik heb er één. Ik heb er eentje weggelegd. Dat had ik natuurlijk niet moeten doen. Dus ik moet het zakje weer even openmaken. Ah, dat is lastig, hè? Weet je wat we doen? Ik ga gewoon al die dingetjes eruit leggen. En die leg ik gewoon hier op het bureau. Ik denk dat dat veel makkelijker is. En ik pak opnieuw degene die ik nodig heb. En dan gaan we ze aan de zijkant hierin doen.
Dus we even priegelen. Pak ook even weer een inbussleutel om hem op de goede plek te krijgen. Dat is één. En dit is twee, die hoef ik niet eens op de goede plek te zetten. Dat gaat goed. Dan bij de bearings in de poelie doen. Oké, dat wil zeggen in die holle ruimte hier moeten de bearings worden gedaan. 1 en 2. Oppassen dat de bearing eruit kan komen als je het in elkaar gaat zetten. Nou, dat klopt. Oké, prima. Dat is geen punt. Dan gaan we naar stap nummer 4 inmiddels. Dan gaan we die poelie in die idler doen zoals dat daar getoond wordt. En die wordt zo neergelegd. Dus ja, je moet even goed opletten hoe ze neergelegd worden. En dat geldt ook voor die poelie, hoe je die poelie erin doet. Goed opletten dat je dat op de goede manier doet. En dan moeten we de shaft erheen. Dus die schacht, dat metalen stangetje. Die moeten erheen gedrukt worden. En dat is best nog wel een lastige, want het ding is zwaar. Inmiddels is ook een van die, een beetje zwaar kunnen we het noemen. Dus ik ga nu toch iets meer kracht erop zetten, want dat moet ik wel. Een van die moertjes is er inmiddels uitgekomen, maar goed, ook dat is allemaal nog niet zo erg. Oké, even zien, want ik neem aan dat hij er iets verder in moet, zodat hij keurig in het midden zit. Dus eventjes een goede om dat te realiseren. Even kijken hoor. Ja, ik heb hem erin gedrukt. Nou, het kan nog steeds draaien, dus dat is op zich geen probleem. Alleen, ik zit eigenlijk nog niet ver genoeg erin, wat mij betreft. Nu gaat hij beter. Nu komt hij wat beter erin te zitten. Zo ja. Dat is beter werk. Nu zit hij echt keurig erin. Wel weer even opnieuw dat moertje erin doen. Want die was er dus uitgeraakt zoals we gezien hadden. En die zit er nu ook weer in. Zo. Dat is het onderdeeltje wat we daar toen met elkaar gezet hebben. We moesten controleren of die vrij kan draaien. Nou, dat is die. Dat is helemaal geen probleem. Hij draait prima. Gaan we naar de filamentsensor. En dat is een moeilijke. Om te beginnen de extruder body. Die hebben we nodig. En dan de filamentsensor. We moeten eerst even de extruder body hebben. En dat is de grootste volgens mij. Dat is deze hier. Ja, dit is de extruder body. Dan hebben we de filamentsensor nodig. En daar moeten we een beetje mee oppassen. Want dat is een duur onderdeel. Even kijken waar die zit. Even neus hoor. Volgens mij zit hij hierin. Ja, dat is hem. De filamentsensor. We zetten dit bakje weer even aan de zijkant. Want die gaan we straks nog vaker nodig hebben. Want de onderdelen hierin, dat zijn de onderdelen waarop het gaat. Oké. Je mag niet de PCB raken of de chips erop. Nou, dat is best een lastige. Hè? Oké. We hebben 3 M10 screws, 1 M10 screw nodig en de 2 keer de nylon nut. Dus we hebben 1 keer nodig een M10. En dan moeten we even kijken naar die lengte. Even kijken. M3 10. Dat is de korte. Dus dat is deze hier.
Daar heb ik er eentje voor nodig. En twee keer een nylon bout. Moer. Ik zeg steeds bout, maar het is moer natuurlijk. En is dat nylon? Het is niet eens nylon. Het gaat om twee keer een moer. Zo. Die hebben we daar neergelegd inmiddels. Oké. Wat gaan we doen? We gaan om te beginnen... moeten we dus die moeren die moeten in die body gedaan worden. En de ene die zit hier uiteindelijk. Die komt hier terecht. Oh, niet laten vallen. Want de plaats is een beetje moeilijk. Lastige vriend in elk geval. Dat kunnen we nu alvast zeggen. Hele simpele oplossing voor, lieve mensen. Dat is gewoon eventjes het boutje erin draaien. Want dan blijft hij recht zitten. Dus we draaien even die bout in die moer. Dan gaan we hem plaatsen. En dan kunnen we die moer eruit draaien. Om nou te zeggen dat dat erg succesvol was, zeg ik ook nee. Maar inmiddels zit hij erin. Dus dat is goed, dat is één. En de ander, die komt op de achterzijde te zitten. Zo'n beetje op dezelfde plek. En die zit inmiddels ook. Dus voor en achter zitten erin. Oké. Dat was het volgende deel. We gaan naar nummertje 7. Nu moet de filamentsensor erin. En die filamentsensor die komt hier op die bovenzijde. Hier in dit slot hier. Hier komt die filamentsensor terecht. En misschien moet ik ook wat meer deze kant op gaan zetten vanwege het filmen. Ik merk dat ik wat buiten jullie zicht aan het filmen ben. Dus ik doe het iets verplaatsen. Jou even iets verplaatsen. Want ik ben vooral hier bezig op dit moment. Hier is die filamentsensor, die heb ik hierin zitten. En die moet geplaatst gaan worden in het slot. Even rechtop zetten. Laat maar even rechtop zetten hier. Hij ligt zo op dit moment. Nou, we gaan die filamentsensor openmaken. Weer even mijn snijmesje erbij. Zo. Dan is die open. En nou stoppassen geblazen. Want hij moet er natuurlijk netjes uit. Daar komt die. En nou moeten we oppassen. We mochten dus niet hem op een te rare manier aanraken. Dus ik pak hem hier. Dat zijn zijn connectors. Ik druk er niet op hoor. Maar ik plaats hem op deze manier. In zijn slot. Ja. Oké. Filamentsensor zit ook. Ga ik hem zo neerleggen, want anders ligt hij op zijn. Op zijn contactjes, zeg maar. Oké. Ja. Even zien. Draai de extruder body zoals een plaatje. Nou, daar ligt hij nu. Op die manier ligt hij hier. En dan heb ik hier... Ja. Een schroefgat zitten. Voor de M3 screw. Even kijken. Hij zegt located. Nou, dat is dat gat. Ja, precies. Pak de M3 screw. Er is geen nut needed. De screw zelf tap. Nou, oké, daar gaat hij.
Dus hiermee gaat die worden vastgezet op de juiste plek. En hebben we het over die sensor, hè? Dus dat even in de gaten houden, hebben we het over die sensor. Oké. Het tapt zichzelf in het plastic, dus dat gaat inderdaad ook zo, dat klopt. Er gaat keurig het plastic in zelf. Hij moet compleet vast worden gezet, zodat hij niet kan bewegen. Maar oppassen dat we hem niet beschadigen. Zo. Ik denk dat dit zo goed is. Hij zit er goed in. Zo. Dus die zit erin gedraaid. Oké. Dan kunnen we even kijken of het allemaal goed is. Ja, dat is goed. We gaan naar stap nummer 9. Nu komt die idler weer aan bod. We hebben één keer nodig een M330 schroef. Een M330, dat is een middellange. Even kijken. Ik denk deze. Ja. Daar hebben we er één van nodig. En twee translucent washers, oftewel ringetjes. Maar dan plastic ringetjes. En die heb ik hier ook liggen natuurlijk, dat snap je wel. Dus die pak ik, allebei. En die moeten we dan dus gaan leggen hier op die schroefgaten, hier op het eind van die idler. Oké. Dan gaan we naar stap 10. Ja, ik vind het leuk dat ik die dingen daarop moet leggen, maar... Ah, wacht, ik zie het. Dat is trouwens wel apart. Want daar waar die opgelegd moet worden, zitten eigenlijk geen gaatjes. Dat is het grappige van het verhaal. Even zien hoor. Ah, die wasjes moeten aan de zijkant komen. Prima, dus we gaan dit gedeelte hier pakken. En dan moet ik even kijken hoe hij moet zitten. Hij komt met dit aan de rechterkant. Ja. Ja, het moet zo. Oh. Gaat die bout er weer uit, dat dingetje. Dus je moet er heel goed op letten. Oké, dan krijgen we hier, gaat die lange schroef doorheen. Daar moet een washer op. Dan krijg ik die idler, die wordt daarop geplaatst. Washer zit er tussen dus. En dan moet de andere washer op de andere kant erop geplaatst worden. Alleen zit ik me dan even af te vragen van hoe die dan vast komt te zitten. Want dat hebben we hiermee nog niet gezien. Maar op zich heb ik wel gedaan wat ik hier moest doen. Voor de volgende step hebben we de extrudermotor nodig. En de bondtechpulie met de schroef erin. Nou, we hebben één extra schroef zoals we misschien net gezien hebben. Maar ik ga die bondtechpulie erbij halen met die schroef erin. De extra schroef, is dat eigenlijk wel een schroef? Ja, dat is een schroef. Die doe ik er terug in. Ik kan dan bij de reserve onderdeeltjes later. Want hier zit een schroef in. Ja.
En we hebben de extrudermotor nodig. En dat is eigenlijk de laatste motor die we over hebben. Die gaan we erbij halen. Zo. Daarmee hebben we weer een doos helemaal leeg. Komt bij de andere lege dozen te staan. Dit is die extrudermotor. Ja. Oké. Ik zet even ons idlergebeuren met die filamentsensor. Die zet ik even aan de kant. Er is als bij al die motoren is er een plat gedeelte op de motor. En die draaien we naar de bovenkant toe. Even kijken. En de schroef van die poelie moet daar dus tegenaan komen. De poelie mag echter niet tegen de motor. En de tandwieltjes moeten aan de bovenkant zitten. Dus dat is ook wel belangrijk om te weten. Even kijken welke inbussleutel we nodig gaan hebben hiervoor. Dat is deze. Oké. Dan moet hij er zo op. Ongeveer zo. Zelfs een klein beetje ruimte blijven. Even kijken of we dat goed doen. Ja, zelfs nog iets meer ruimte zelfs. Zo. Die hebben we er ook op gezet. Oké. Gaan we naar stap 13. Nu moet die motor gemount worden. Dus die motor moet aangebracht worden. Eerst even de eerste foto. Nou, kom. Hop. Die willen we eerst zien. We moeten weer twee M30 schroeven hebben en die moeten in de gaten gedaan worden. Dus we pakken weer even twee van die M30's. Even kijken of ik de goede lengte heb. Nee, want dit zijn M40's. Dus ik moet ze iets korter hebben. Even koekeloeren hoor. Dit is de M30, dus deze moet ik hebben. Even kijken. Deze twee jongens. Ja. Oké. Dan gaan we naar deze kant. En dan moeten ze hier worden ingedraaid. Ja. Oké. Dat zijn deze gaten waar ze in mogen. Dus ik draai ze erin. En dan gaat ons boutje weer, of ons moertje weer. Je wordt er helemaal gek van dat moertje. Maar ja, we doen hem er maar weer in. En ons wassertje is er vanaf, maar dat doen we zo meteen wel. Daar moeten we zo even naar kijken. Even de tweede erin doen. En dan gaat ons wassertje, dan gaat ons moertje weer. Laat hem maar even liggen, ik doe hem probleem wel goed. Zo. Even doordraaien, dat hij er helemaal doorgaat. Een kluifje, maar goed, het was al aangegeven. Het was aangegeven dat het level difficult was.
En dat de tijd onbeperkt of onbestemd was, dat het niet zeker was hoe lang je daarover zou gaan doen over dit gedeelte. Dus we moeten ook niet te veel zeuren hierover. Ja. Nou, komt hij er weer in, want dat was belangrijk. En wat belangrijk was, wat is die washer erop zit. Ook belangrijk, hebben we ook voor elkaar. Even oppassen dat we het rustig neerleggen, want hier zit die filamentsensor op. En dan mogen we die motor gaan monteren. En dan moeten we even oppassen, die motor die moet geplaatst worden op deze manier. Dus, zeg maar even zo, met de bekabeling op het lange gedeelte van de extruder. Dat is wat we gaan doen. En dan kunnen we... Dan kunnen we de zaken gaan vastzetten. Natuurlijk andersom, hè. Je snapt dat dat niet slim was. Want die Bontech gear, die moet hier aan de binnenzijde zitten natuurlijk. Dus wat gaan we nou doen? Ik ga eerst even deze vastzetten. Dat is diegene waar die idler tussen zat, zodat die in elk geval even een klein beetje vast zit. En dan die andere, die gaan we echt vastzetten. Dat zou eigenlijk moeten kunnen nu. Pak ook gelijk de andere hoek mee. Daar gaat ons beruchte moertje weer. Maar hij is nog steeds terug te plaatsen, dus dat is allemaal niet zo erg. Dan moet dit klepje moet vrij kunnen bewegen. Dus deze moet wel vastgedraaid worden, maar niet te vast. Ja, dat is wel goed zo. Oké. Gaat hij weer? Echt oppassen, want iedere keer vliegt die moer eruit. Zo. Oké. Gaan we naar deel 14. Open de idler fully to have direct access to the pulley. Nou, dat hebben we ook. Ik zal hem weer even op zijn kant leggen. Dus we gaan hem helemaal openen. Zodat ik genoeg ruimte heb om hieronder bij te kunnen. Dat is eigenlijk wat er gevraagd wordt. Een stukje van 1,75 mm filament van de spoel te gebruiken. Nou, dat kunnen we ook een stukje ander filament, want ik heb hier filament. Om de pulley met de opening voor het filament zeg maar gelijk te stellen. Dus ik pak even een stukje filament. Dat heb ik gelijk maar even af, want dat is het makkelijkste even. Hoppakee. Goud, notabene goudfilament. Het is niet te geloven. Oké. En dan moeten we even kijken. Want. Ja, dat filament moet dus hier doorheen. Moet dan op hem komen. En op hem, ja, hoe ga je dat nou het beste bekijken? Hè? Dit is best nog wel een lastige. Want wat belangrijk is, is dat dus deze twee op hetzelfde level zitten. Kijk, en ik kan hem hier wel doorheen halen. Dat is op zich niet zo'n probleem. Alleen, ja, het moet eigenlijk wel recht filament zijn. Dat is heel belangrijk. Dus dat filament dat moet recht zijn.
Anders kun je dat eigenlijk niet goed zien. Nou, kan ik hiermee werken? Dat is een goede vraag. Ja, want hij komt zo te lopen. En je zou haast zeggen. Zo. Even kijken. Ja, die open doen, dat is duidelijk. Element van boven naar beneden. Langs het gat. Want ik vind namelijk dat hij ietsjes naar rechts zou moeten. Even kijken. De goede inbus sleutel te hebben. Dus weer even pielen. Dat was wel een beetje veel wat je wilde doen. Ja, ik zou zeggen dat is goed zo. Dus weer even pielen, jongens en meisjes, voor zover er ook meisjes kijken. Even checken of ik dat goed heb nu. Ja, ik denk het wel. Dan gaat ons moertje weer. Ons beruchte moertje. Ik ga hem vastdraaien. Ik denk dat het goed is. Maar hij zit vast. Dat is het punt niet. Ik denk toch dat het te veel is. Hij moet ietsjes verder naar binnen. Zo. Even kijken. Ja, ik ga hem zo laten zitten. Dus daar ben ik tevreden mee. Oké. Dan het securen van die idler.
Voor de volgende stappen hebben we 2 340 schroeven nodig. Dat zijn de lange dus. Dat kan eigenlijk niet missen. Dat zijn de lange schroeven. 1, 2, even checken. Bovenste jongens. Ja, die hebben we. Die hebben we er 2 van nodig. 2 veren die hierbij zitten. Nou, die heb ik hier ook liggen. Oké. Doe de springs, de veren op de schroeven. Op de bouten, zeg maar. Nou, dat doe ik. Oké. Close de eitelaar. Dat is dus hij hier. En dan kunnen we... Oké, dan kunnen we ze erin gaan draaien. Dus dat zijn die moertjes, boutjes. Die moertjes die we straks iedere keer eruit lieten vallen. Die iedere keer eruit vielen. Even die andere er ook in draaien. En dan hebben we in elk geval de basis gelegd. En dan moeten die vastgedraaid worden. Dat ongeveer op de hoogte van de printer. Van het geprinte gedeelte, zeg maar. Dat wordt nog wel een aardig eindje draaien. Dat kan ik je wel vast zeggen. Dat is een beetje raar. Want een M340... Het zijn verschrikkelijk lange schroeven. En hij draait zichzelf direct al helemaal vast. Ja, dat is toch. Ah, ik zie al wat er aan de hand is. Ja, dat is even slim zijn. Je moet ze namelijk vanaf de andere kant erin draaien. Ja, je ziet, je moet goed op de plaatjes letten. Ook in mijn geval, heel duidelijk, goed op de plaatjes letten. Want dit is duidelijk niet de goede kant. Ik moet hem omdraaien. Ze moeten vanaf de andere kant erin. En dan moet het wel goed zijn. Dus ik draai ze eerst even los. Dan moet ik het hele gebeuren omdraaien. En dan moeten ze er vanaf deze kant in. Eerst even de eerste. Zo neerzetten dat ik niet die connectoren van die sensor beschadig. Nou, ongeveer gelijk aan de andere zijde, dus dat klopt. Dan deze, zouden laken en pak. Ja, dan lukt het niet natuurlijk als die moer weer verschoven. Hè? Dat is ook wel iets af en toe. Oké, gaat hij weer nog een keer opnieuw. Ja, nu wel. Nu is het wel goed. Ja, oké. Hij zit erin. Hij hoeft niet aangedraaid te worden. Oké, dat is goed zo. Ga je dit nou nog openmaken? Dat is een goede vraag. Nee, natuurlijk niet, want hij zit daarin vastgeschroefd. Dus dat kan van zijn levensdagen niet. Oké,
Mounting point voor de extruder body. Nou, dat moeten we zomaar even kijken hoe dat precies zit. We gaan weer twee van die platte moertjes erbij pakken. 1, 2. En die moeten dan hierin worden aangebracht in deze twee gaatjes hier. Dat is natuurlijk in het donker heel moeilijk te zien. Ik snap dat. Ik kan het ook niet veranderen. Even goed aandrukken dat die ook zit waar die moet zitten. Dat is 1. En dit is 2. Zit er ook in. Oké. Of die goed aligned is, dat hebben we gecontroleerd. Dat was stap 16. We gaan naar stap 17. Preparing the cover. Dus we hebben weer een onderdeel nodig vanuit onze zak. En die cover, dat is het onderdeel met die rare uitsteeksel hier eraan. Oké. Daarvoor hebben we de cover nodig. We hebben één nylonnut en één platte noot. Één nylonmoer en een platte moer nodig. Dan ziet hij hier helemaal geen nylonmoer in. Dus het is geen nylonmoer. Het is gewoon een zeskantige en een vierkantige. Zo moet je zien. En dan twee keer de 25er schroef. Moet ik even kijken welke dat is. Ja, dat is degene die ik hier heb. Even de andere. Is dat deze? Ja. Dit zijn twee 25er moertjes. Dan moeten we de moeren in de printed part aanbrengen en dat gebeurt oké. Eenmaal in dat uitsteeksel hierboven. Daar moet je mee oppassen, die gaat ongetwijfeld eruit vliegen. En eenmaal hier onderin in het sleufje. Die zit wat strakker, duidelijk. En dat is ook prettig, want dan kan die er ook niet zo makkelijk uitvallen. Zo, hebben we erin gedaan. Gaan we naar het volgende gedeelte. Nu komt de hotend. Inserting de E3 hotend. Nou, die gaan we erbij pakken. De hotend. En die moet weer in het hoofdgedeelte gaan worden geplaatst zometeen. Even kijken. Dit is die motor. Hier komt die in. Even zien hoe dat, want er zit een PTFE-tube in. Oké. Even kijken hoe dat met die PTFE-tube gaat. Want die moet hier wel in. Even zien hoe, oppassen, want dat is heel gevoelig natuurlijk. Ja, hij zit er bijna helemaal in. Zo. Zo komt hij te zitten. En dan moet hij hierboven even kijken. Zij hebben hem zo liggen. Dan moet hij gedraaid worden. En wel zo. Oké. Zo hoort hij te leren. Goed. Oké. Bijna aligned zijn. Oké. En vanaf nu moeten we op de kabels van de hotend heel goed opletten dat ze niet kapot gaan. Nou, dan gaan we de extruder cover erop zetten. Dus rotate die extruder zoals in het plaatje getoond wordt. Dat wil zeggen dat die zo geplaatst wordt. Ja, dat kan. Want dan hebben we niet dat ding erop zitten. Niet die connectoren die we dan kapot kunnen maken. Pak de cover en plaats het op de extruder body.
En dat gaat hem dan zo worden. Zo. Oké. En dan M3 schroeven gebruiken om hem vast te zetten. Dat zijn dan weer van die 25ers. Even kijken waar we die weer hebben. Dat zal deze zijn, denk ik. En deze, even checken. Nee, deze is langer. Oh, die hadden we hier al klaar liggen. Sorry. Ja, natuurlijk. Stom, hè? Oké, 1. Er moet er nog verder ingezet worden hoor, geen zorg. Maar ik zorg eerst dat we weer eventjes wat speelruimte krijgen. Hier gaat de eerste. Ook echt erin. Je ziet, het wordt nu steeds meer echte elektronica. En dat wordt wel oppassen geblazen dat je dat allemaal goed hebt zitten. Heel belangrijk dat het goed zit. Levert straks alleen maar problemen op als het niet goed is. Wel een gepiel, dat zet ik er gelijk bij. Dat zijn lange schroeven. En daardoor veel draaiwerk. Even weer doen. De ene gaat een heel stuk makkelijker als de andere. Dit is wel raar, want hij zit er niet goed in, duidelijk. Aan de ene kant. En aan de andere kant wel, want daar draait hij hem dus stukken makkelijker in. En zodoende zullen we één kant weer open moeten maken. Want ik ben niet tevreden met hoe dat zit. En waar dat aan ligt, dat moet ik gaan zien uit te vinden eventjes. En eigenlijk zou je dat bij dit soort onderdelen niet willen, want dit is ontzettend gevoelig dat het goed gebeurt. Dus eigenlijk wil je hier de zaken goed hebben.
Ja, hij zit wel door die juiste bout heen. Komt daar dan in een andere bout. Dus wat we gaan doen, we gaan ze er even helemaal in draaien. Toch echt wel de goede manier. Je zou aan jezelf gaan twijfelen, maar het is wel de goede manier. Of nee, kijk, nou zien we waarom, nou zien we wat er fout gaat. Kijk, ja, dit is waarom je zo verschrikkelijk goed moet lezen, want ik zie nu wat er fout gaat. Hij moet een stapje verder naar rechts, er zit nog een gaatje en daar moet hij in. Dus niet in het gat waar die nu in zit. Dus we gaan hem eruit draaien. Kijken of dat met de hand kan. Ja, dat kan. Hij moet namelijk door dit gaatje heen. Voor zover je dat een gaatje kan noemen. Ja. Draai ik hem even doorheen. Die zo ongeveer net zo ver is als die andere. Oh, niet kwijtraken. Zo. Nou, dan gaan we nog een keer plaatsen. Zo moet hij vast komen te zitten. Althans de rechter van de twee. Ik zal ook die andere even een stuk aandraaien. Misschien dat het dan wat makkelijker wordt. Vallen. Dat vind ik het vervelende aan de inbussleuteltjes, is dat ze eigenlijk geen goede grip hebben. Ik weet, je hebt ze ook in een soort schroevendraaiervorm, maar ja, die heb ik nou helemaal even niet. Dus het moet hiermee gedaan worden, helaas. Die zit. Gaan we die andere doen. Daarvoor pak ik hem even in mijn hand. Wat mij betreft zou die er eigenlijk ook zo'n beetje moeten zijn. Voelen doe ik dat nog niet.
vraag is of die erin zit. Dat is natuurlijk de hele hamvraag van het gebeuren. Kunnen we dat op de een of andere manier regelen? Kijk, nou draai ik hem vast. Nu weten we zeker dat hij erin zit. Zo. Weer een stukje verder. Oké. Voor elkaar, dan gaan we naar deel 20, de cooling fans. We pakken allebei de cooling fans uit het doosje, want er zitten cooling fans in. Dat is 1. En hier komt nummer 2. Even kijken. Daarbij hebben we 6 M318 screws nodig en dat zijn, ik denk deze. Ja. Oh, weer blijven. 6 stuks. 5 en 1 is 6. Oké, dat hebben we klaargelegd. Dan gaan we naar de volgende stap. En dan moeten we even opletten. Deze hier, die moet met de sticker naar beneden worden gemonteerd. Oké. Gaan we naar die left fan. Dat is diegene die dus op die manier gemonteerd moet worden. En dan moet ik even kijken, want de kabel moet er achterlangs lopen. Oké, dus dan gaan we hem erbij halen. En deze komt dus hier overheen te lopen. Oppassen dat ik niets beschadig. Waarbij de kabel, die gaan we even een beetje loswikkelen. Die moet hier doorheen gaan lopen, door deze sleuf hier. Hier loopt een sleuf, daar moet hij doorheen. En dan moet hij gemonteerd worden. En dan moeten we even kijken met zijn bekabeling aan die kant, als ik het zo bekijk. Ja, aan die zijde. Dus hij wordt zo gemonteerd. En dat gaan we dan ook gelijk doen, denk ik maar. Top left corner. Hij is de bottom left corner, niet leren. Dan gaan we ze eerst een beetje plaatsen. Even wachten. Maar dat moet natuurlijk wel goed gebeuren. En dan moeten ze diagonaal vast worden gezet. Wel checken of de ventilator nog vrij kan lopen. Maar laten we ze eerst maar eens vastzetten. Ik zal nog even iets verschuiven dat u kunt zien wat ik aan het doen ben. Ventilator aan het plaatsen, zoals u misschien zien kunt. Dan ga ik hem diagonaal vastzetten. Dus ik begin met linksboven nu. Die ga ik helemaal aandraaien.
1. Andere kant aandraaien. Dat is 2. En dan gaan we de laatste 2 ook weer diagonaal natuurlijk. Dat is 3. Hij draait nog steeds keurig, dus dat moet kunnen. Het gaat goed zo. Ik weet dat ik mijn hand ervoor heb, maar ik moet hem nu eenmaal vasthouden. En dit is de veiligste kant. Aan de andere kant zitten de connectors voor die filamentsensor. En zitten alle kabeltjes van de extruder en dergelijke. En dat is natuurlijk de gevaarlijkste kant waar je iets kunt beschadigen. Inmiddels zit de ventilator erop. Oké, prima. Dat is allemaal goed. Gaan we de front, dus de voorventilator plaatsen. Daarvoor plaatsen we hem zodanig dat hij op deze manier komt te staan. Even kijken. En dan moeten we de ventilator erbij hebben. Dat is deze hier. En die moet zo blazen. Dus die komt op deze manier geplaatst. Ja, zo komt die geplaatst. Een stukje erin draaien. Dat is 1 en die andere die gaat hierin. Ook een stukje aandraaien. Nou, en vervolgens kunnen we hem vastzetten. Nog niet natuurlijk, want deze zit natuurlijk los, of niet? Oh, nou, dat valt nog wel mee. Hij zit nog niet zo ernstig los, maar ga ik eerst die maar even vastdraaien. Dat is 1. Misschien kunnen dat hij de bout niet haalt. Even kijken of we die bout er verder in kunnen drukken. Of die moer er verder in kunnen drukken. Ik zeg steeds bout, maar het is natuurlijk moer. Hier komt hij los. Hij gaat hier doorheen. Door. Laat hem weer even in de achteruit. Hem er verder in. Misschien kunnen we het even uithalen. En net als net wat we straks hadden, even dat gat een beetje uit te openen. Want dat zou natuurlijk kunnen, dat dat natuurlijk de oorzaak van dat probleem is. Nou, dan gaan we weer proberen om hem vast te draaien. Kijken, komt hij eruit zetten.
zorgen dat hij, dat gaan we proberen met dezelfde truc die we straks ook even uitgehaald hebben. Het is alleen een kwestie van heel goed vasthouden. Dat hij niet kan meebewegen. Niet naar boven, niet naar onderen. Op, hè. Dus hier hebben we weer zo'n soortgelijk probleempje. Dat hij net de bout niet haalt. Dus ik weet niet of ik een iets langere heb die als sper kan dienen. Kijk, want je ziet gewoon dat hij het net niet helemaal haalt. Hij haalt net die moer niet. Dat is namelijk waar het probleem zit. Hij haalt net de moer niet. Dus hier moeten we toch weer even nahelpen. In dat geprinte onderdeel. Al heb ik de indruk dat ik niet veel winst boek. Je ziet, hij drukt hem er dan nu uit. En op zich is dat een goed teken, want dat betekent dat hij ver genoeg komt. Maar wat een minder teken is, is dat hij het net niet haalt. Dat is vervelend. Want daardoor kan je dus niet verder. Dan zit hij te klooien. Op iets wat eigenlijk niet zoveel problemen zou mogen opleveren. Don't tighten the screw. Je moet hem niet te sterk vastdraaien, zegt hij. Nee, dat snap ik. Alleen dan moet je hem wel kunnen vastdraaien. Dat is natuurlijk wel weer lachen. En ik blijf steeds hetzelfde probleempje hebben. Doen, hè? En iedere keer als je denkt hij heeft hem, dan heeft hij hem dus niet. Heeft hem dus gewoon niet. Ik ga eens even kijken of ik bij mijn reserve onderdelen een boutje heb dat iets langer is. Dat zou wel wenselijk zijn. Even kijken. Dan zou ik misschien een 25 moeten pakken. Zoiets denk ik.
Want volgens mij gaat dat verder niet botsen. Even kijken of ik daar gelijk in heb. Misschien namelijk kan ik hem er gewoon heel sterk in trekken. En dan zou eigenlijk ook die andere bout weer moeten werken. Maar dan moet hij gewoon sterk even in dat plastic getrokken worden. Ik zeg niet dat dat nou gelijk een succesvol verhaal is, dat wil ik niet roepen. Anders kan het altijd nog met die 25 die ik hier heb. Passen doet het, dat is op zich het punt niet. Je kunt geen druk zetten. Die mogelijkheid heb je niet. Dit is de onderzijde. Ik ga straks op die pindaproop op te zitten. Hoe kan ik ervoor zorgen dat hij niet naar buiten komt? Pakt, is het goed natuurlijk. Alleen zover ben ik nu nog steeds niet. En zover kom ik op deze manier ook niet. We gaan hem met die 25 er vastzetten en dan hopen dat dat voldoende gaat zijn. Want ik heb geen andere oplossing op dit moment. Het doet mij. Het is niet ideaal, ik geef het toe. Maar dan zit hij in elk geval vast. Want anders zit hij niet. En dat is natuurlijk nog ernstiger, vind ik dan maar even. Dus we gaan ons perzakje weer wegleggen. Even kijken. Die zit er ook op. Ik zal ook even de andere kant nog weer even aandraaien, zodat ze allebei aangedraaid zijn. Goed zo, nou dat is die. Prima. Hopelijk gaat dat werken. Dat moeten we zo gaan ontdekken. Goed. En dan gaan we de pindaproop doen. En dan hebben we een 10 schroef nodig. Dat is deze hier. Ja.
Dat is een gewone moer. Die heb ik hier ook liggen. En de pin-up rope. Die heb ik hier. Die gaan we openmaken. Ook dit ding moeten we verschrikkelijk mee oppassen. Het is een erg sensibel apparaatje. Oké. De Pinda Pro. Even opletten geblazen. De ventilatorkabel. Die moet hier tussendoor worden gehaald. Daar zo. We mogen hem ook loshalen, zie ik. Dus dat gaan we maar even doen, loshalen. Zo. Dat is de ventilatorkabel. Dan mag de Pin-Up Rope rustig en zachtjes door dat gat gevoerd worden. Wel naar beneden. Even oppassen dat we het goed doen. Nou, hè. Gently push him through the mount. Dat zou ik willen. Maar dan moet het ook kunnen. En ik weet dat het een sensibel ding is, dat hoeven ze mij niet te vertellen. Maar om er doorheen te drukken, dat is nog wel een kluif. Ik heb hem er nog niet door. Jongen, jongen. Ja. Even zien hoor. Heb ik nog meer fotootjes daarvan? Want het is niet zo eenvoudig om hem daar doorheen te krijgen. Oeh, hey, hey. Kant. Ik
net iets meer ruimte van. Dat is twee kanten. Kijk, nou kan ik hem er ook doordrukken. Ik ben er nog niet, maar nu wel. Zo, pindaproof zit er doorheen. Nou moet er een lus gelegd worden. En dat doen we dan ook. Zo. Clip. Goed zo. Dan moet de... Dit moet dus niet een gewone zijn, dit moet weer een rechte zijn. Die moet hierin worden geschoven. Ja, het is pielen, dus als ik even stil ben, dan komt dat simpelweg door het feit dat ik me moet concentreren, lieve mensen. Ik weet dat u dat misschien liever anders zou zien. En als je een film maakt, dat er dan ook gesproken wordt. Maar, en dat geloof ik meteen, maar... Het is even belangrijk dat dit goed gebeurt. Nu gaan we de bout erin draaien. Zodat die lichtjes vastgezet wordt. Nou, die pakt in elk geval, dus dat is goed. Ik heb hem niet echt vastgezet, hij is lichtjes vastgezet. Dat is het pindaproop. En pinda's, denkt u gelijk aan pinda's en dergelijke? Nou, ik denk daar niet aan. Ik denk aan andere dingen. In dit geval is dat een die de afstand naar het bed gaat meten. Zo, nou krijgen we het moeilijk stuk. Want nou moet het geheel op het bed gaan worden geplaatst. En dat doen we door hem zo hierop te plaatsen. Even kijken. Ja, dat maar zo doen. Even zien. Die wires heb ik aan deze kant zitten. Hier een wire zitten. Ik heb hier nog een die moet nog losgemaakt worden. Dat gaan we ook gelijk doen. Hoppakee. Strook af. En ik moet heel even kijken. Ja, en gelijk de andere ook loshalen. Ik heb er nog eentje hier. Die kan, moet losgeknipt worden trouwens. Dan weer even minder, want dan moet je met je tang daartussen. En het zijn toch gevaarlijke onderdeeltjes om daartussen te gaan met je tang. Even kijken, misschien dat het zo lukt. Ja, dat is gelukt in elk geval zonder iets te beschadigen. Oké, nou, dan moeten we kijken, want we moeten... Dus we gaan de printer omdraaien. Dat is erg belangrijk in dit geval. Hoppakee. Printer omdraaien. Kabeltjes die hier zitten uit de weg halen even. Zo. En dan gaan we hier die extruder. Nou, die gaan we proberen goed neer te leggen. Zo. Oké. Neem de kabels van de pindaproop en de voorste printventilator en die moet tussen de twee balken van de zetas door worden gevoerd. De pindaproop is de grijze vriend.
deze. En de front fan dat is de geel, rood, zwarte. Nou, blijf eens liggen. Het is niet zo moeilijk. Gewoon luisteren naar de baas. En die moeten dus hier doorheen worden gevoerd. Zo, aan de linkerzijde. Dan de extruder motor en de left fan. Aan de andere kant, dus de extruder motor, dat is deze. Die moeten hier tussendoor. En de andere ventilator moet er daar tussendoor. Dat is deze, vriendelijke vriend. Ook hier tussendoor. Zo, twee links, twee rechts dus. Double check uitgevoerd. De kabels van de hotend die blijven zitten, die doen we later pas. Dus deze, die mogen gewoon hier even lekker gezellig naar voren. Die hebben we voorlopig nog niet nodig. Die had ik dus ook dicht kunnen laten zitten. Maar oké, prima. Dan gaan we de extruder mounten. En dat doen we met drie lange schroeven. 1, 2. En dan zou er dus nog een lange moeten zijn. Oh nee, 1 lange schroef, niet liegen. Sorry. 1 lange. Dan een 30er schroef. Even kijken of ik de goede heb hier. Ja, dat is de 30. En een 18. Dat waren die vervelende straks van die ventilator. Plaats de extruder neer de X-carriage en check of er geen kabel tussendoor vast zit. En dan gaan we de blauwe bovenin doen. Dan moeten we wel even oppassen, want hij komt op de achterzijde te zitten. Dus met andere woorden, ja, deze kant. Deze kabels hier tussendoor, twee kabels daar tussendoor. En dan zal ik hem naar beneden moeten draaien, want dat is nog niet gebeurd. Dat hadden ze me ook niet verteld. Want anders kan ik er simpelweg niet bij. Kunnen. Nog niet helemaal zo te zien. Maar nu wel. Oké. Moet die sensor die moet daarop komen. Kabeltjes mogen niet klemmen zometeen. Klemmen er op dit moment kabeltjes? Nee, dat doen ze niet. Wat wel apart is. Is dat de hoogte van deze kabels die daar komen. Die moet. Die moeten daardoor worden gevoerd. Dus die moeten door die sleuf daar. Maar wel zeggen, want anders krijgen we toch wel een beetje een rare situatie. In verband met de belt die daar zit. Oké. En dan moet de lange
spout die moet hier rechtsboven. Deze vastdraaien, althans een groot deel daarvan. Bijna zover dat we hem los kunnen laten. Oké, dat zijn die twee. Ook de andere kant moet door een opening worden gevoerd. En wel deze opening. Oké, dat is goed. Prima. De M30 die moet aan de rechterzijde. Dus deze hier. Inmiddels ga ik ervan uit dat ik ze helemaal vast kan zetten. Dus die zit vast. Die andere die moet ik nog vastdraaien verder. Het zal niet veel meer zijn. Zo. En zo. En dan heb ik er nog één.
En die moet hierin. In dit gaatje. En dat is nummertje 3. Die zit ook. Alle drie zitten ze. Die blijft recht. Oké. Wat ik nog even wilde doen, want dat zag ik net, is toch nog even dat die beltriem aandrukken. Just for security. Moeten het ermee doen. Zo. Tighten all screws, but not fully. Nou, ook wel lekker. Ja. Never overreset. Oké, ja. Oké, nou, we hebben het iets omgedraaid gedaan, maar op zich zit het goed. Ja, oké. Dat is mooi. Want dat loopt er doorheen en die kabels zijn niet vastgedrukt ergens. Nou, dit is goed zo. Oké. Dan moeten we de kabel voor de filamentsensor hebben. Dat is de laatste die in dat doosje zit. Die heb ik hier. Er zijn twee types van de connectors voor de kabel. De 4-pin voor de sensor. Dus dat is degene die nu gebruikt wordt. En er is een 5-pin voor de andere kant. Dit is 5, dit is 4. En die gaat vervolgens geplaatst worden. Die moet geconnecteerd worden. Er moet een connectie gemaakt worden. En dat gebeurt door even verder naar beneden draaien nog. Zo. Even kijken. Wit boven, rood onder. Dat is de manier. Eerst maar eens erop drukken. Zo, die zit. Oké. Gently rotate the cable, oftewel een kleine draai erin maken. Ja, dat gaan we doen. En dan moet die daar doorheen gevoerd worden. Even kijken. Ja, ik denk niet dat dat echt goed gaat blijven zitten in de eerste instantie. Dus even. Want ik verwacht nou niet dat dat hier nu blijft zitten natuurlijk. Oké, nou ja, hier moeten we zo meteen mee oppassen, want die moet echt goed geplaatst worden. Die zit op dit moment nog niet goed, namelijk deze. Hij moet echt wat beter weggewerkt worden. Hij zit namelijk nu nog zeker niet goed. Maar laat hem maar even zitten. Oké, preparing the nylon filament. We hebben in de doos zit in een van de dozen, hier zit een stukje nylon filament. En dat stukje nylon filament hebben we nu nodig. Dus dat gaan we erbij halen. Zo. Dat is deze hier. Prima. En dan één kant moet zodanig geknipt worden dat die een punt krijgt. Nou, dat is eigenlijk wat we vaker doen met het filament zelf natuurlijk ook.
hebben we hiermee gedaan. Oké. Okay. Dan moet de tip similar zijn. Voor de, ja, dat hebben we gedaan. Dat is prima. We gaan naar stap nummer 30. Oké, okay, dan gaan we naar de kleinste Allen key. En dan gaat het om dit gaatje hier. Heel klein gaatje. Heel goed. Prima. Nou, dan moeten we met hem hier dit in het gat gaan brengen. We moeten met de andere hand de filament of de extruder vasthouden. Okay. Boven. Ik heb het erin gedrukt. Het is niet heel erg sterk. Maar sterk genoeg, denk ik. Dus ik laat het zo zitten. Oké. Okay. En dan moet het achtergedeelte gaan monteren. En daar moeten we even mee oppassen. Want hier hebben we een gedeelte. Maar als je dat erop doet, kan je niet meer bij de, even kijken, dan kan je niet meer, het komt hier te zitten. Nee, zie je, dan kan je niet meer je riemen adjusten. En dat is de reden waarom ik op enig moment door een collega een iets andere heb laten maken. Dus ik ga degene gebruiken die mijn collega voor me gemaakt heeft. Daar hebben we dit onderdeeltje voor nodig. We hebben dit onderdeeltje hier nodig. En dan moeten we even kijken. Een moertje, die heb ik hier liggen. En een 10 screw. En dat is volgens mij het kleintje. Even voor de zekerheid. 10 is kleintje, precies. Hij wordt alleen maar tijdelijk gebruikt en één lange, een 40er. Dus die ene wordt alleen maar kort gebruikt. Goed, dan gaan we naar nummertje 32. Even kijken, draai de 10 screw in de carriage back en draai hem helemaal aan. En dan moet ik even oppassen, want ik moet het goed hebben. Nou, dan komt hij zo. Hij komt hier onderin te zitten. Dus hij moet helemaal aangedraaid worden. Nou, hij wordt maar even gebruikt zoals al gezegd werd. Dus ik ga hem erin draaien. Verder maken we ons daar niet al te druk over. Dan draai je het geprinte gedeelte om en doe dan de M3N nut erin, oftewel de moer. Zo. Ja, dat is een goeie, want ik denk dat daar het gat wel wat anders is. Nou, oké, dat gaan we zien.
Oké. Moet even goed kijken hoe die moer straks erin komt te zitten, want dat is belangrijk. Dat kun je je wel voorstellen, denk ik. En dan moet je dat zo gaan doen. Dan zou je eigenlijk hem er nu in moeten draaien. Dus in het plastic, zeg maar, als het ware. En volgens mij klopt dat ook wel. Ja, je draait hem er nu echt in. Helemaal goed. En dan mogen we hem er weer uitdraaien. Want we hebben hem er vervolgens niet meer nodig. Maar dan zit in elk geval die moer op zijn juiste plek. En daar ging het eigenlijk om. Hier. Ja, precies. Daar ging het om. Zo. Oké. Nu gaan we de M340 screw en de kabelholder van de vorige stap, die gaan we in orde maken. Nou, dat moet aan deze kant natuurlijk. De schroef moet er helemaal doorheen. Dus dat doen we. Ondertussen scroll ik door naar 34, kan ik vast lezen wat we aan het doen zijn. Oké. Dan moet hij zo geplaatst worden. Hij er zo meteen ingedraaid worden in dat gaatje waar die bout of die moer zojuist in is gegaan. Eerst hem er helemaal doorheen. Nog eventjes. Oké. Dan moet hij erin gedraaid worden. Hij moet natuurlijk keurig zitten. Op deze manier. Zo, is het ook. Kijken of die goed op, in de goede volgorde zit. Nou, dat zit hij. En dan gaan we die carriages. Dus we gaan de kabels van de extruder door de bek drukken. We beginnen met de left hot end fan en de extruder motor. Dus we beginnen met... Even kijken hoor. We beginnen met deze twee. En die moeten hier doorheen worden gedrukt. Even goed kijken. Daar zit een sleuf. Maar die sleuf gebruiken we niet. Oké, nou. Dus deze. En deze. Die gaan er het eerst heen. Oké. Dat is één.
Nee, want we hebben een verkeerde te pakken, zoals we zien. Ja, het is oppassen geblazen. Want wat ik te pakken heb is de kabel van de filamentsensor. En die moest er nog niet doorheen. Ik zou eerst deze er doorheen doen. Is even anders, die erbij. Ja, dat is beter. Dat zijn de eerste twee die er doorheen gaan. Dan de frontvent en de pinda probe. Dat is de andere kant van het gebeuren. Dus de pinda probe. Dat is deze hier. Even kijken dat we ruimte hebben. Hebben we genoeg ruimte? Dat is even de hamvraag hier. Kom. Oké, kabel van de pinda probe is erdoor. Dan die tweede ventilator. Dat is deze. Ja, die is er ook door. Zullen we er vier doorlopen op dit ogenblik. De kabels van de hotend en van de filament sensor die gaan niet door de X-carriage back. Dus met andere woorden, oké. Dan mag dus het nylon er doorheen. Voorzichtig. En dan mag die met zijn geheel terug worden gedrukt richting de carriage. Dan moeten we hopen dat het allemaal goed komt te zitten. Oké. Zo. Adjusting de sensorkabel. Want die komt uiteindelijk daar doorheen te lopen. Dus oké. Nou, dat is eigenlijk wat ik al even aan het doen was. Want die moet uiteindelijk hier doorheen lopen. Zo. Oké, vijf kabeltjes, vijf van die dingen erin. Vijf bouten, zeg maar even. Dat zult u begrijpen. Hij moet eigenlijk eerst de middelste. Ik weet niet of dat een makkelijke exercitie wordt, maar we gaan het proberen. Het wordt nog wel een aardig kluifje, dat kan ik zo wel zeggen.
zit in elk geval enigszins. Hij moet nog wel vaster gedraaid worden. Dat zullen we zo ook gaan doen. Maar we gaan eerst even de andere bouten er ook in draaien. Dus het is weer even draaien, draaien, draaien. Het is net een circus, hè? Het is net een circus. Eén. Dan de andere kant. Twee. Drie. Nou, laatste van deze bouten. Je hoort op de achtergrond de hond blaffen. Niet van schrikken, hij eet niemand op. Bovendien, hij kan niet bij je komen. Dus maak je niet druk. Zo, die hebben we ook op zitten. Nog heel even. We kunnen nog maar heel even filmen. Niet echt lang meer. Oké. Hij moet hier doorheen gedrukt worden. Om vervolgens hierbij te komen. En al die andere kabels. Nou, daar komen we zo op terug. Even kijken. Dan gaan we nu met het kabelmanagement beginnen. We gaan een spiral rack. We hebben nog in de rol hier hebben we nog een spiraal kabelleidertje. Zoals we hier nu hebben. Die gaan we daarvoor gebruiken. Oké. En dat gaat gebeuren. Oké. Een stuk of 3-4 hier gaan we doen.
Even kijken hoor. Even de juiste werkwijze van zien te vinden. Want die moet er ook in. Dus dat is ook nog niet even goed. Dan kunnen we gaan kijken of we hem er overheen kunnen schuiven hier naar achteren toe. We proberen in elk geval. Hij moet erin zitten. Zo. Die zit. Ik zal hem gelijk even iets meer geven. Zo. Prima. En dan pakken we een drietal tie wraps. Die hebben we hier. En die gaan we hier onder doorvoeren. We hebben 3 onder, 2 boven hebben we. Dus we pakken onder. 1. 2. En nog 1 is 3. En dan moet die. Oké. Hij moet vastgezet worden. De eerste die moet echt helemaal hier naar de linkerhoek toe worden geplaatst. Helemaal daar. Dus dat is 1. En die andere 2 die moeten schuin boven zitten. Dat is hier. En de derde ook. Ook die moet daar. Zo. Alle 3. Dan mogen we ze snijden. 1. 2. Dan strooien, zie ik. Is die nou weer gebleven? Nou, nog niet gezien. Dat zien we zo wel. Oh, hier is die. En de laatste. Dus 4. Oké. Nog steeds gaan we niet de hele bundel doen. Daar komen we later bij. We gaan nu 2 zipties erbij halen. Dus weer 2. En die gaan we door het bovenslot. Dit keer moet hij de andere kant op gedraaid gaan worden. Dus hij moet door dit slot en dan zo geplaatst worden. Oké. Dan gaan we de hot-end kabels daardoorheen voeren. Dus dat eigenlijk wat overblijft. Ik zie echt wat meer kabels bij hun lopen. Blauw zie ik. Oh, dat is die. Oké, ja, ik snap het. Dus we gaan deze er doorheen doen. Alleen maar even kort even vastzetten. Ja. En cut the remaining parts. Dus even kijken hoe ze vastgezet moeten worden. Gewoon aan de onderzijde. Zo.
En dan kan dat weer afgesneden worden. Oké, die zijn er ook af. Prima. Dan gaan we de spiral wrap afmaken. En dat doen we door even een stukje terug te gaan. Want we gaan nu natuurlijk die andere kabel eraan toevoegen. Even hem van die kant af hebben. Want vanaf nu ga ik ook de hot-end kabel toevoegen aan die spiral wrap. Dus nu gaan we die kabelbundel bij elkaar binden. Of althans bij elkaar voegen. Ik weet niet of mijn telefoon het nog overhoudt met filmen, of dat nog lukt. Ik doe mijn best. Al is snelheid niet altijd de beste optie in dit soort dingen. Dus vandaar dat ik het rustig aan doe. Ja. Nou, ik ben eigenlijk zeer tevreden over de werking tot nu toe. Zo, de spiral wrap is ook bijna klaar. Veel meer hebben we niet meer. En dit was hem. Oké, die zit er ook omheen. En we doen inderdaad de hele kabelbundel. Nou, dat is correct. Dat hebben we ook gedaan, keurig. Dan gaan we naar 42 mounting de filament sensor cover. Dat is de volgende. We krijgen nog wat kleine onderdeeltjes die we nu moeten doen. Dus deze hier, daar hebben we een klein PTFE buisje bij nodig. Die uiteindelijk, even kijken waar die komt te zitten. Maar die komt ergens te zitten, ik heb nog niet gezien waar. Daar hoort nog een heel klein onderprint onderdeeltje bij, dat heb ik hier. Heel kleintje, misschien kun je het zien. En twee M10 screws weer. Die heb ik hier nog liggen. Oké, wat gaan we doen? We gaan de grote opening voor de PTFE bovenop de filamentsensor vinden. Nou, dat is de middelste, dat is deze hier. Oké. Prima. Dan moet de cover eroverheen. Even kijken. Ja, cover eroverheen en twee schroeven vastzetten. Nou, dus. De cover gaat eroverheen. En hij wordt vastgezet met twee boutjes. Vastdraaien. Althans, eerst even een stukje, dan de ander. Want hij moet nog iets verdraaid worden. Even kijken waar die andere zit. Of heb ik die al? Zo te zien heb ik die ook te pakken. Dus die gaan we aandraaien.
Even die bij de bouten vastzetten. Zo. En dan hebben we, als het goed is, nog één stap over. En dat is het aanbrengen van dit kleine onderdeeltje. En dat moet er opgedrukt worden. En dat is hier. Dat moet hier gebeuren. En daarmee zijn we aan stap 46 aangeland. Mounting the fan nozzle. Dat is het slotstukje. We hebben hier namelijk Oké, de fan nozzle. Één keer een M10 boutje, die heb ik hier nog. Access is opzet, access heb je de lower part. Dan moet je de schroeven een klein beetje opendraaien, dus ik moet hem even omdraaien, lieve mensen. Even omdraaien. Even die schroeven een klein stukje opendraaien. Dat is die boef die er niet op wilde, weet je nog. Assemble hem. Dus dat is vastzetten. Even kijken, daar zit een schroefdraad. Hij komt er zo op te zitten. Die gaan we vastzetten. Het is degene die ervoor zorgt dat de lucht van die ventilator de goede kant op geblazen gaat worden straks. Die dus het onderdeel wat je aan het printen bent koelt. En niet iets anders. Iets wat misschien wel leuk is, maar wat niet nodig is om gekoeld te worden. Nou, toch een probleempje hier met die bovenste bout nu. Nou, hij blijft wel zitten zo. Dat is wel goed. Dit laten we zo zoals het is. En daarmee zijn we aangekomen op het eind van deze film. Want dit was de montage van de E-as-bout.